De politie heeft dinsdagmiddag om 15:15 één rijbaan van de Helmondweg tussen Helmond en Eindhoven afgesloten in verband met een ernstig ongeluk. Het ongeluk gebeurde even na 5 uur bij een plek waar de brandweer bezig was met het blussen van een vrachtwagenbrand. Verkeer werd naar één rijstrook gedirigeerd en daarbij botste een auto met grote snelheid op een voorganger. Hulpdiensten hebben de inzittenden uit de auto's gehaald. De slachtoffers zijn per ambulance afgevoerd. Over de aard van hun verwondingen is nog niets bekend.